Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zegt dat het niet steeds aan de samenleving kan worden verkocht dat er een probleem is met luchtverkeersleiders. Maandag heeft het ministerie wederom geen luchtvaart- en naderingcontroleservice kunnen bieden aan luchtvaartmaatschappijen die internationale vluchten uitvoeren op de Johan Adolf Pengel luchthaven. Wel benadrukt de bewindsman, die de pers vanmorgen te woord stond voor aanvang van de ministerraadsvergadering, dat er geen sprake is van onwil bij het personeel. Geval is weer ziekmelding en waarbij er geen vervanging, niemand kon inspringen. We hebben gisteren zeker in uren gemaakt met betrekking tot deze situatie. We hebben een tekort. En dat is ook al bekend. Het aantal verkeersleiders dat vereist is, hebben we niet. We kijken nu naar de aanvulling. Aanvulling in termen van een nieuwe groep, een nieuwe lichting. En daarnaast een nieuwe lichting die in de startblokken zit. Maar ook daarnaast weer een werving en selectie die haast is afgerond. We komen van een achterstand vanaf 2013. En het minimaal dat vereist is, is min of meer richting 80. Met assistenten erbij en dat aantal hebben we niet. De minister benadrukt dat het gaat om een beroep waarbij mensen expertise in huis moeten hebben om te kunnen werken. Je moet begrijpen dat deze groep, het is een heel een beroep waarbij je vliegtuigen keurig moet kunnen begeleiden boven je luchtruim, ook richting het vliegveld. Aan de andere kant is het ook een stukje verantwoordelijkheid. Maar daar hebben we gesproken met de bond gisteren. Zaken uiteengezet van hoe kunnen wij dit oplossen. Gezamenlijk, want het is niet iets van alleen het ministerie van TCT. Maar ook de verantwoordelijkheid van de bond. We hebben medewerking toegezegd gekregen van laten we kijken naar een wellicht andere indeling van het rooster. Want de luchtverkeersleiders hebben los van het aantal uren dat ze moeten maken, daartussenin ook een rustperiode nodig. Dus daarmee zijn we nu bezig om dit structureel op te lossen. Maar natuurlijk zit aan de andere kant een aantal eisen van de bond. Jubidana zegt dat de luchtverkeersleiders hebben aangegeven dat het niet om een stil protest gaat zoals het vermoeden was. Wel heeft de bond aangegeven dat er nog rechtspositionele zaken zijn die de aandacht verdienen. Inmiddels heeft de Suriname Air Traffic Controllers Association de medewerking toegezegd om het tekort of niet beschikbaar zijn van personeel aan te pakken.